bepalen ook op dat moment van, goh, moeten we dat mee? Of, want we hebben een dierenarts en die houdt ze dus eigenlijk ook nauwelijks in de gaten. Samen met onze veeoppassen. En er wordt gekeken of het blijvend is. Omdat we zeggen van, nou, eerst maar eens even die spieren maar weer eens een keer van nature maar weer op orde laten komen. Want als hij een schok gekregen heeft, wij vallen ook wel eens van de trap. En dan hebben we er ook 14 dagen last van. En dan is het op een gegeven moment ook weer over. Maar het is een prachtige groep. He, er lopen dus een aantal jonge hengsten bij. En dan zie je meteen wat er gebeurt. He. Ik zou bijna zeggen, die jonge hengsten in een concurrentiepositie komen met elkaar.